Het is natuurlijk een fantastisch project in samenwerking. Ik denk dat elke school daarvan droomt. Maar het is vooral belangrijk om dat leren, om een motor te creëren voor dat leren van onze leerlingen. Ik ben Cathy de Raas, ik ben directeur aan het Geotechnisch Atheneum in Lokeren, een beroepstechnische school. Ik doe dat nu goede 2 jaar. Daarvoor heb ik een carrière gehad, altijd in opleiding, zowel privésector. Ik heb een tijdje in een Nederlandse school gewerkt en ik ben ook heel lang verbonden geweest aan HoGent als onder andere opleidingsvoorzitter van de lerarenopleiding basisonderwijs. Op weg naar hier heb ik eigenlijk het rapport gelezen van de peilingstoetsen PAV voor onze school. En ja, als je de toetsen mag geloven, gaat het met de kwaliteit van ons onderwijs toch achteruit. En is men in dit geval toch zeer sterk bezorgd. Kwaliteit van het onderwijs, wat is dat dan? Hè? Is dat dan alleen maar de resultaten op die peilingsproeven? Ik heb er zo'n beetje mijn twijfels bij. Ik denk dat we van Gerpista hebben geleerd dat onderwijs toch 3 uitkomsten heeft. En die kwalificatie is daar 1 van. En voor mij staat die ook buiten kijf als absoluut belangrijk binnen het onderwijs. Onze leerlingen hebben een attest nodig, hebben een diploma nodig om de wereld in te gaan. En die inhoud die ze daarvoor nodig hebben, die moet er gewoon zijn op school. Die moet kunnen worden aangebracht. Daarnaast denk ik dat we de 2 andere doelen van onderwijs, namelijk jezelf leren kennen en een stukje houden van wie en wat je bent, maar ook je plaats vinden in een gemeenschap, in een community, burger worden in je stad, in je gemeente. Ik denk dat 2 taken of 2 doelen zijn die aan onderwijs ook verbonden zijn. En die heel sterk kunnen samenhangen met de kwaliteit van het onderwijs. Misschien is die kwalificatie als eerste doel bij Pista. Misschien zijn die 2 andere voorwaarden, die 2 andere doelen, een start, een voorwaarde om aan dat eerste te werken. Louter illustratief, maar ik ken het voorbeeld, dus ik kan het dan makkelijk duiden. Van op onze eigen school, onze 6dejaars beroepssecundair onderwijs richting kantoor, werken nu in onze stad Lokeren samen met een VZW waar armen het woord nemen. En zij helpen daar eigenlijk ouderen, mensen die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij, om IT-vaardiger te worden. Het is natuurlijk een fantastisch project in samenwerking. Ik denk dat elke school daarvan droomt. Maar het is vooral belangrijk om dat leren, om een motor te creëren voor dat leren van onze leerlingen. Als ik dan kijk naar een deel worden van de gemeenschap, zij stappen de stad in, die organisatie in. Ze worden daar een stukje deel van. Ze zijn daar elke vrijdagochtend. Ze worden herkend, ze worden een beetje opgenomen in die groep van die organisatie. Ze voelen ook dat ze iets betekenen in die gemeenschap. Ze voelen van, ik kan hier iets bijbrengen. En ze krijgen heel direct feedback, heel gerichte feedback, heel snel feedback. En laat dat de motor zijn, feedback krijgen om goed te kunnen leren. Dit voorbeeld illustreert voor mij hoe dat die 3 doelen heel erg sterk samenhangen, maar hoe we alleen als we die 3 doelen bereiken tot echt kwalitatief onderwijs kunnen komen. Ik geef een voorbeeld illustratief, maar ik kan helaas niet zeggen dat dit de gangbare praktijk is in mijn school. Daarvoor hangen we nog te veel vast aan bepaalde structuren. Leerlingen moeten tussen dat uur en dat uur op school te vinden zijn, et cetera, et cetera. Die structuren, daar moeten we kunnen van loskomen om naar zo'n kwalitatief onderwijs te gaan. Een idee dat ik bijvoorbeeld heb, we hebben het knelpuntberoep, maar kunnen we als maatschappij niet nadenken over een knelpuntschool? Waar je mensen die daar willen gaan werken en daar die grote sociale impact realiseren, kunnen we die niet extra motiveren, extra ondersteunen, misschien zelfs extra betalen. Maar vandaag heb je daar een brain drain die, denk ik, door het algemene lerarentekort ook alleen maar groter gaat worden. Dat idee van een knelpuntschool zou misschien wel eens kunnen uitgewerkt worden en we zouden eens kunnen kijken wat dat kan geven. Ik vind dat we als maatschappij er heel veel bij te winnen hebben om inclusiever te worden. Het
gaat niet alleen om de vorming van die ene persoon, maar het gaat ook over het doel dat je als onderwijs kan hebben om ja, hoe meer leerlingen wij kunnen laten onderdeel worden, burgerschapsinitiatieven laten nemen, deelnemen aan de maatschappij. Ja, daar zit voor mij de grote win die het onderwijs nog kan bieden en die we vandaag veel te weinig ontgonnen hebben, net omdat we niet inclusief ontwerpen.